We staan hier in de Brembroeken. Dat is een camping nog niet zo oud. Net bij Vortum. Maar ik heb hier bij me staan Erik Willems en die weet er veel meer van te vertellen. Ja, wij zijn met onze camping anderhalf jaar geleden begonnen. En wij zijn daarmee vandaag de Maas Heggenmarkt mee aan het organiseren. En dat wilden wij eigenlijk de hele zomer doen, maar door corona werd dat een beetje vertraagd. En vandaag hebben we dat georganiseerd. En naast onze camping hebben wij drie huisjes die wij verhuren. En ja, wat kan ik niet meer vertellen. Naast onze Maas Heggenmarkt hebben we ook oldtimers op onze camping staan. En diversiteit van voertuigen, oude tractoren, campers, brommers, van alles staat er. Dat is dus alleen voor vandaag? De oldtimers en alles is alleen voor vandaag. Ze zijn het hele weekend al aanwezig en sommigen blijven tot dinsdag, woensdag. En normaal gesproken zijn wij gewoon een camping waar iedereen welkom is, zullen we maar zeggen. Ja, je ziet hem dus van de weg af staan, maar jullie hebben dus iets dat je dus een hechter neerzet of dat iets afschermd is, dat het niet open en bloot staat. Wij hebben in totaal 3500 boompjes en struiken aangeplant en die zijn nu groeiende, die zitten nu op een dikke meter. Maar ja, de bedoeling is dat ze naar 5, 6 meter gaan, dus dan zie je ook vanaf de grote weg niets meer. Ja, dat is de bedoeling. Het heeft tijd nodig om te groeien. Jullie zijn camping gestart. Hoe kwamen jullie op dat idee? Nou, 5 jaar geleden zijn we begonnen met de huisjesverhuur en van daaruit in gesprek met de gemeente gegaan. En zo kwamen we ook op het idee om de camping te starten. En op dat moment hadden we dus de vergunningen en zijn we 1,5 jaar geleden begonnen met de camping. En puur alleen omdat we toch graag de mensen de mooie streek en het mooie stukje waar wij in wonen willen laten zien. Dat is een goed idee, want wij wonen prachtig. En het is flink druk, dus de camping is toch best redelijk goed bekend ook. Nou, ik maak best wel wat reclame op Facebook en de mond-op-mond reclame gaat erg hard op het moment. Dus we zijn aardig groeiende. Dat is mooi. En dit is weer een nieuw idee, deze markt. Die was vorig jaar ook? Of heb ik dat verkeerd? Wij hebben dit voor het eerste keer georganiseerd en zoals het er nu uitziet willen we een beetje eigenlijk een jaarlijks evenementje van maken. Alleen we zijn nog aan het kijken in welke hoedanigheid dat wij dat verder willen gaan doen. Maar het zal een beetje hetzelfde principe blijven in ieder geval qua oldtimers en markt. Maar dit is dus echt producten die in de Maas zijn worden gekweekt, die zijn gegroeid, die door de mensen zijn verwerkt. Ja, dat was onze enige voorwaarde die wij aan degene stelden die kwamen. Dat het echt Maasheggenproducten waren. Oftewel gekweekt of gemaakt. En daarnaast zijn ook een paar organisaties die werkzaam zijn in de Maasheggen. Om hun verhaal te doen en de mensen te laten zien wat er zoal gebeurt. Ja, ja. Maar het is nog stilletjes hier. Het weer werkt ook niet echt mee. Maar... toch zijn er steeds mensen en je ziet iedere keer weer toch andere gezichten. Zijn er veel bekende mensen bij? Ook bekende mensen, maar toch ook wel heel veel mensen, denk ik, uit de regio en vakantiegangers uit, die hier in de buurt zitten om eens te komen kijken. En het is echt een diversiteit aan mensen, want voor mij komen er ook heel veel onbekende gezichten voorbij. Dus. Ja, wij mogen hier dan staan met... met een standje van de groeters van het land van Kuik. En we zien ook heel veel vreemde gezichten, als ik het zo zeggen mag. Maar het is alleen maar leuk dat de mensen hier de zaak ontdekken en blijven komen ook. Ja, dat is ook ons doel met dit, om de mensen in de streek te houden en in de regio. En daarmee ook dus ontdekken hoe mooi dat het eigenlijk het hele land van Kuik is. Nou, als je het goed vindt, dan gaan we even rondkijken. Dan kunnen we eens even kijken wat hier aan ons te doen is. Ja. En dan is het leuk om volgend jaar weer even te laten weten dat het dan weer is. Ja. Kijk even lekker rond en laat zien wat er allemaal te doen is, zou ik zeggen. Gaan we doen. Dankjewel. Oké. U bent meneer Peters? Nee, meneer Derks. Nee. Oh, meneer Derks. Oh, sorry. Ja, dat wist ik ook. Maar hoe bent u hier gekomen? Mag ik dat vragen? Eigenlijk gevraagd door degene die dit, door Erik Willem zelf, die dit festijn organiseert.
Dus jullie zitten ook in de buurt van de Maashekken? Wij zitten tegen de Maashekken aan. We zitten in Zandbeek. Ah, mooi. Tegen, ja, eigenlijk tegen het, in het midden in het UNESCO-gebied, zeg maar. Dat is wel bof, hè, dat je hier woont. Ja, zeker. Dat is een mooier gebied kunnen niet hebben. Nee. Heb ik een andere vraag. Hebben jullie last gehad van het water toen de Maas eruit was? Wij hebben wel wat last gehad, maar we hebben het niet in de stallen gehad of in het huis. Of, we hebben het eigenlijk tot ons terras hebben wij het water gehad. Hmm. Dus, maar dit... verder geen problemen gehad, nee. Fijn, oké. Ik zie hier in het kastje iets heel lekkers zitten. Mag die even open? Die mag zeker open. Dit is eigenlijk een heel klein assortiment. Dit is eigenlijk een heel klein assortiment van hetgeen wat we hebben. We hebben eigenlijk van allerlei kalfsvleesproducten. We hebben verschillende soorten bier. We hebben van de Maashekken, van het Gronings Hofke, hebben wij de sapjes. Biologische sapjes. Dus ja, wij dragen eigenlijk de streekproducten een warm hart toe, laat ik het zo zeggen. Dus jullie hebben veel meer als alleen maar kalfsvlees? We hebben zeker meer als alleen maar kalfsvlees. We hebben een beter leven kip lekker. Dat is ook met een beter leven ster. Net als het kalfsvlees wat wij hebben. Dus het is eigenlijk heel breed. Dus een echte winkel hebben jullie in Zandbeek? Een echte winkeltje, moet ik het zo zeggen. Bij de boerderij. Maar wel een stukje beleving erin. Dus, ja. Oh, dat is ja. Mooi. Ja. We gaan kijken. Dankjewel. Allerlei lekkere sapjes en biertjes met allemaal namen die in de Maashekken voorkomen. Dat is wel erg mooi om te zien. We hebben met de lokale ondernemers in het Maasheggengebied hebben wij cadeauverpakkingen gemaakt. Met allemaal producten van lokale ondernemers dus. Met alleen maar ingrediënten uit de Maasheggen. Van kruiden, meidoren tot vlierbloesem, bessem, honing, stroop. En daar zijn siropen van gemaakt, biertjes van de Kuikse Brouwbrigade, maar ook van Gradoen, van de Meerstoel, de heerlijke Maasheggenthee. Mag ik je even onderbreken? Wat is Gradoen? Gradoen zijn twee bierbrouwers uit Boksmeer en Vierlingsbeek. Zij maken speciaal bieren, alleen maar gebrouwen met lokale ingrediënten uit het land van Kuik. Dankjewel.